Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 8 november. De waarheid onder ogen zien brengt een gelukkiger leven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Korintiërs 13 vers 5. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. Niemand kan van een probleem bevrijd worden totdat ze willen toegeven dat ze een probleem hebben. Een alcoholist, drugsverslaafde of iemand die zijn grip op zijn leven is kwijtgeraakt, is gedoemd te lijden totdat ze in staat zijn om te zeggen: ik heb een probleem en ik heb hiervoor hulp nodig. Ook al kan het zijn dat onze problemen ons zijn overkomen als gevolg van iets wat gedaan is tegen onze wil, we hoeven niet toe te staan dat het probleem voortduurt, groeit en ons hele leven beheerst. Misschien hebben onze ervaringen uit het verleden ons gemaakt tot wie we nu zijn, maar we hoeven zo niet te blijven. We kunnen zelf het initiatief nemen door positieve stappen te zetten in het veranderen van dingen en dat kunnen we doen met heel veel hulp van de Heilige Geest. Wat je probleem ook is, je moet de waarheid onder ogen zien en je eigen verantwoordelijkheid nemen. De Bijbel zegt dat wij onszelf moeten onderzoeken. Dat lijkt misschien ontmoedigend, maar Jezus Christus is in je en Hij kan je door al de problemen en kwesties uit het verleden heen helpen. Zie de waarheid onder ogen. Het kan het begin zijn van een gelukkiger leven. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik wil niet leven in ontkenning en angst voor mijn problemen. Ik kies ervoor om mijzelf te onderzoeken en tot de kern te komen van mijn problemen, omdat ik weet dat u mij daardoorheen kunt helpen om een gelukkiger leven te hebben. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.